Wij willen als doelstelling in 2050 energie-neutraal zijn. Toen de gemeentewerf gebouwd was, waren wij echt een hele andere organisatie. Hadden ze iedereen een eigen dienst. Nou, tegenwoordig zijn die werkzaamheden allemaal uitbesteed, maar die worden wel weer gecoördineerd vanaf kantoor. Maar de kantoren op de eerste verdieping waren overvol. Plus dat er nog wat andere kleine teams hier ingehuisd zijn, waardoor ze gewoon te klein in het jasje zaten. Als we dan toch die huisvestingswens hebben en we hebben de verduurzaamheidsopgave van het vastgoed, ja, dan moeten we hier een pilotproject van maken om te kijken van wat komt er nou om bij kijken, waar lopen we tegenaan. Ja, en dat is voor ons als vastgoed natuurlijk weer input voor volgende projecten. Zo was de ruimte voorheen, één grote lege ruimte. Hier de entree en hier de werkplaats in principe. In het kader van toegankelijkheid hebben we natuurlijk een Arnhemse standaard toegankelijkheid en daar hebben we ons aan zoveel mogelijk willen conformeren. Banden geplaatst, vloeren opgehoogd met vloerverwarming, kantoorruimtes ook voor het havenkantoor. Het gebouw is helemaal gasloos. Alle energie wordt middels de zonnepanelen die we nu hebben geplaatst op de daken opgewekt. En dat is de energie die wij gebruiken om te verwarmen en te koelen in het gebouw. Goed, dat hebben we hier kunnen realiseren. In de tussentijd dat wij met het project bezig waren, hadden we tijd eigenlijk om te analyseren waar de energie nou in het gebouw heen liep. Dus we hebben eerst geanalyseerd waar gaat nou al het sluipverbruik heen van het gebouw. Om zo vervolgens zoveel mogelijk energie te besparen. We zaten hier nog op gas. En nou ja, zoals jullie allemaal weten, willen we daar vanaf. En wat bleek is dat inderdaad het heel goed geschikt was om al snel met bepaalde slagen dat pand energie-neutraal te maken. De bestaande kantooromgeving werd verwarmd middels radiatoren met hoogtemperatuur. Om hier met warmtepompen te kunnen gaan verwarmen, moesten we kijken of we dat met lage temperatuur konden doen. We hebben daar een jaar voor getest. En dat is positief uitgevallen. We zijn vervolgens met lucht warmer gaan inblazen. En daarmee kunnen we de temperatuur halen binnen de bestaande kantooromgeving. Dit was de koelmachine van de bestaande LBK. Die hebben we dus vervangen van warmtepomp middels het MBOP. Daarmee kunnen we dus nu ook verwarmd inblazen. En dit is de warmtepomp voor de cv-installatie voor bestaand en nieuw gerealiseerd op de begaande grond. Verderop zien we eigenlijk de warmtepomp van de nieuwe LBK van de kantooromgeving op de begaande grond. We hebben daarmee de warmtecapaciteit in drieën geknipt. En daardoor heb je drie kleine machines in plaats van één grote. Dat is energietechnisch weer een beter concept. Die warmtepompen die hebben we ook op de daken moeten plaatsen. En daar hebben we het dus ook constructief een en ander voor moeten aanpassen en berekenen. Er liggen ongeveer 450 panelen op het dak. En dat is de energiebron voor de warmtepompen om te koelen en te verwarmen. De zonnepanelen die moeten op daken komen te liggen die daar niet goed voor gemaakt zijn. Daar moest constructief nog heel een en ander wat aangepast worden. Hierbuiten hebben we gezien dat de nieuwe warmtepomp staat voor alleen maar deze LBK. De LBK heeft een buffervat, zodat de warmte en koude daar gebufferd kunnen worden. Deze luchtbehandelingskast verwarmt en koud lucht in de nieuwe kantooromgeving. Om nog meer energiezuiniger te zijn, hebben we de bewegingsmelder die al gekoppeld is met de verlichting. Ook gekoppeld met de klimaatinstallatie. Als er niemand aanwezig is, gaat de klimaatinstallatie naar lagere temperatuur in de standby stand. Is er iemand aanwezig, gaat hij naar comfort en dan gaat hij naar een hogere temperatuur. Dus als er veel leegloop is of thuiswerkdagen of wat dan ook, dan is de energieverbruik minder. Wat we altijd proberen is wel te kijken van wat hebben we nog en wat kunnen we nog inzetten. Toevallig was er vorig jaar een pand wat we gingen afstoten. Nou, die inventaris kwam terug en daar hebben we van gezegd, kunnen we dat niet meteen één op één voor een deel gebruiken hier in de nieuwe omgeving. En dat is eigenlijk ook een duurzaamheidsslag. Je gooit het niet weg en koopt het opnieuw, maar het is gewoon hergebruik van materialen. Deze ruimte is eigenlijk over. Dit was ook de oude werkplaats. De kantoren zijn voorzien. Deze ruimte hebben we wel geschikt gemaakt voor eventueel latere uitbreiding. De vloerverwarming zit erin, de luchtkanalen liggen klaar en de ruimtetermostaat hangt er. Dus hier kunnen we eventueel later makkelijker kantoorruimte uitbreiden. Ik wist van tevoren dat het ging lukken. Zeker met de mensen die aan het project meededen. En voor mezelf heb ik gewoon alle tijd en moeite ingestoken die het nodig had. En dat heeft gewoon tot het gewenste resultaat geleid. Het feit dat het gasloos is, energie-neutraal en dat het ook nog een goede uitstraling heeft. Het is gewoon een prettige werkomgeving en dat hoor je ook aan van de gebruikers. Dus dat geeft gewoon voldaan gevoel. Zeker weten. We gaan onze rest van de vastgoedportefeuille gaan we ook zo aanpakken.